In deze video lees ik enkele stukken vooruit de Surinaamse media, afkomstig uit verschillende dagbladen van 30 juli 2024. De eerste column van Nita Ramsharan in Star News bespreekt de controversiële rol van minister Rayat Nurmoheem van openbare werken in het uitlekken van vertrouwelijke informatie. Vervolgens duiken we in een artikel van Suriname Herald waarin VHP-assemblé lid Cedric van Samson zijn visie heeft op een mogelijke herverkiezing van Chan Santoki als president in 2025. Daarna lezen we een stuk uit United News van Armao Snijders... dat ingaat op de toenemende schuldenlast van Suriname. Tot slot bespreek ik een artikel uit Waterkant waarin NDP-parlementariër Melvin Boeva kritiek uit op de aanwezigheid van ministers bij de opening van een loopbrug en het plan voor een tram in Paramaribo. Deel je mening over deze stukken in de comments. Het eerste stuk staat in Dagblad Star News van 30 juli 2024 en wordt toegeschreven aan Nita Ramchand. Het stuk heeft als kop. Column, het verantwoordelijk uitlekken, vertrouwelijke informatie. Ik zal lezen wat er vermeend wordt in dit stuk. Minister Riot Nurmo heemt van openbare werken. Jammer dat de onvolprezen Netflix-serie The Blacklist na 10 jaar is geëindigd. Remoret Reddington, de conciërge of crime, zou ongetwijfeld een episode besteden aan wat er in Suriname gebeurt. Zeker omdat de IDB, de top van de regering, de grootste constructiebedrijven in Suriname en China betrokken zijn bij het project Rehabilitatie van het Hoge Huis en Slangenhoutstraat. Het gaat om een project van ruim West-dollar 23 miljoen. Suriname was toch al beschadigd in de Zuid-Koreaanse Narcoscience, uitgebracht door Netflix. Dus wat meer asijn kon erbij. Heel Suriname is slachtoffer, want velen ondervinden de... Last van de brug over de Saramakadoorsteek die bij kans een jaar niet toegankelijk zal zijn... ...en nu met het stopzetten van de biedingsronde het project Zekere Vertraving zal oplopen. Er moet een nieuwe aanbesteding worden gehouden. Voorlopig is er geen zicht op het oplossen van de verkeerschaos. De belangen bij dit wegenproject overschrijden de nationale grenzen ...en als het Amerika even lukt, wordt om geopolitieke redenen China de pas afgesneden. Bij dit project spelen drie Surinaamse bedrijven een rol... Joint ventures BH enerzijds en KI en CRBC uit China anderzijds. Wat de situatie tot een triller zou maken, is dat. Geheime informatie over de aanbesteding is uitgelekt. BH kwam niet in aanmerking voor de gunning omdat een belangrijk document over de joint venture ontbrak. Bij verificatie bleek dat het stuk niet was ingediend en kon het volgens de procedure achteraf ook niet erbij. Dit was case closed voor BH, die overigens de laagste aanbieder was. Aangezien het om een project van US dollar 23 miljoen gaat, is dus het lobbywerk gestart om toch in aanmerking te komen voor de gunning. De tranen rolden op de hoogste niveaus in het land en ook bij IDB werden zakdoekjes gezocht om de ogen te deppen. Er is een scenario bedacht om de stekker uit het aanbestedingsproces te trekken. De IDB zei dat de confidentiële informatie is uitgelekt en zette het aanbestedingsproces stop. Er gaan ook veranderingen komen in het nieuwe aanbestedingsproces. Waarbij meer Surinaamse bedrijven kunnen meedoen. Het klinkt zeker mooi, meer local content, maar het heeft in de blacklist keer op keer verzeft, denk SA Criminal. Door het aanpassen van de voorwaarden wordt CRBC uit China een hak gezet. De oorlog van VS tegen China wordt wereldwijd op alle niveaus gevoerd, ook in Suriname. Intussen is OW met een zoetsappige reactie voorkomen dat er in feite niet veel aan de hand is. De IDB heeft volgens minister Ryan Nurmelheem twijfels uitgesproken over de confidentialiteit en heeft geconcludeerd dat de informatie is terechtgekomen bij derden. De minister zegt er niets over dat hij als reden voor de heraanbesteding aangeeft dat het gaat om budgetbeperking. In elk geval is er vertrouwelijke informatie uitgelekt. Partij BH zou het werk niet krijgen en is gaan lobbyen op het hoogste niveau. De verkiezingen naderen dus in een veld nodig. Daarom moeten grote sponsoren zoet gehouden en gecompenseerd worden. In elk fatsoenlijk land zou de hoofdverantwoordelijke voor de lekkage nu moeten opstappen en niet na tien maanden rijdt het Nurmo heen. Al dus Nita Ramsaran in dagblad Star Nieuws. Het tweede stuk staat in dagblad Suriname Harold van 30 juli 2024 en heeft als kop van Samson ziet Santokki weer als president. Ik zal lezen wat er vermeend wordt in dit stuk. vhp assemblee lid Cedric van Samson is ervan overtuigd. Dat Sjan Toki in 2025 het land wederom zal leiden. Zolang de VHP het beleid goed kan vertalen naar alle lagen van de samenleving, meer tijd neemt om de Surinamer deelgenoot te maken van dezelfde ontwikkeling die partij in alle gebieden heeft gerealiseerd, zal een groot deel van het volk begrijpen dat de organisatie nog een kans verdient. Het is volgens van Samson niet zozeer dat de partij weer aan de macht wil, maar ze kan niet toestaan dat alles wat opgebouwd is, kapot wordt gemaakt door onkundige machthebbers. In gesprek met Radio ABC zegt de politicus dat de partij niet nog een keer de fiasco van zogenaamde populaire leiders wenst te krijgen. Volgens van Samson heeft de regering gedurfd om harde politieke besluiten te nemen. Hij noemt de afbouw van subsidies en andere economische hervormingen als voornaamste voorbeeld. Hoewel de economie op macroniveau hier beter van geworden is, laat de vertaalslag naar microniveau nog te wensen over. Daarnaast heeft de COVID-19-pandemie zeker in de eerste twee jaren ongunstig verwerkt voor de regering. Elke regering hierna zal volgens hem bouwen op het fundament gelegd door de VHP. Omtrent het mogelijk samenwerken met partijen na de verkiezingen zei de volksvertegenwoordiger dat geen enkele organisatie is uitgesloten. Hij zegt dat de samenwerking met de ABOP werkbaar is, maar dat het beter zou kunnen indien er een andere gezagsverhouding is bij een eventueel kabinet na 2025. Van Samson erkent dat er verschillen van inzichten zijn tussen de coalitiepartners, maar er is er voorstaande van dat de ABOP erbij blijft. Ook voor de NPS staat de deur altijd open, vindt de politicus. Het zijn volgens hem verschillen die een samenwerking onmogelijk maken. Met het oog op olie en gas gaat het land alle kaders nodig hebben, stelt Van Samson. Een samenwerking tussen de VHP en de NDP zou daar het even heel moeilijk zijn. Van Samson concludeert dat er structurele verschillen zijn tussen de twee partijen. Onlangs heeft de NDP een nieuwe voorzitter verkozen. Op de vraag als de deur nu open staat voor samenwerkingsgesprekken... zegt de VHP'er dat het probleem niet Boutersen was, maar het systeem dat vooral populistisch is. De parlementariër betwijfelt of er iets zal veranderen nu Jennifer Simons de voorzitter van de NDP is. Hij stelt dat zij in haar hoedanigheid als parlementsvoorzitter heeft geholpen om controversiële wetten aan te nemen. Als voorbeeld noemt hij de verhoging van het leningenplafond, waardoor Suriname nu verdrinkt in schulden. Het derde stuk heeft als kop nog geen oplossing voor toenemende schuldenlast. Dit stuk staat in Dagblad United News van 29 juli 2024 en wordt toegeschreven aan auteur Armal Snijders. Ik zal lezen wat er vermeend wordt in dit stuk. Volgens de revering van president Kapersat Santokki beweert zij dat zij de economische en financiële stabiliteit van het land weer hebben teruggebracht. Maar aan de andere kant leent men ook erg veel, waardoor de buitenlandse schuld zorgwekkend en het toenemen is. Een oplossing voor die schuldenlast heeft de regering echter niet. Iedereen weet dat de voorgaande regering het land heeft opgezadeld met een enorme, onverantwoorde schuldenlast en een nagenoeg lege staatskas. President Daisy Boutese had na zijn nederlaag bij de verkiezingen van mei 2020 daarom maar één doel voor ogen en dat was zo snel mogelijk zijn presidentiële scherp over te draven aan zijn opvolger Santoki. Want de financiële situatie was zo nijpend dat de overheid eind juni de ambtenaren-salarissen niet meer kon betalen. Santoki, die zichzelf had gepresenteerd als de man die Suriname wel even zou redden en weer op het juiste spoor zou brengen, wist bij de lokale handelsbanken veld los te peuteren, lees, te lenen. Met de oude schuldeisers zou zijn dreamteam om de tafel gaan zitten om de schulden te herschikken in het voordeel van Suriname. Dat het allemaal anders uitpakte, weten we allemaal. Van de ruim 4 miljard dollar aan schulden werd geen stuiver kwijtgescholden, en aan de obligatiehouders van Appenheimer zitten we nog tot in lengte van jaren vast en moeten we een deel uit de audiobrengsten terugbetalen als schuld en de schuldeisers. Voor de ruim half miljard dollar die we aan de Chinezen verschuldigd zijn, is eveneens nog geen oplossing. Maar ondertussen leende de regering er wel lustig extra op los. Dat was op zich wel te bevrijpen, want de schoorsteen van de overheid moest blijven roken om niet alles tot stilstand te laten komen. Los van de in totaal circa half miljard dollar die we tot begin volgend jaar van het Internationaal Monetair Fonds, IMF, zullen krijgen... ...werden er vele tientallen miljoenen dollars losgeputerd bij onder meer de Inter-American Development Bank, IDB, de Wereldbank... ...de Islamic Development Bank, ISDB en de Caribbean Development Bank, CDB. Dus er stroomt heel veel geleend geld richting Paramaribo. Maar omdat niet alle gedetailleerde informatie is verstrekt, ...is het momenteel nog niet te zeggen hoeveel geld de regering Santoki in totaal heeft geleend. Maar deskundigen schatten dat dit minimaal een miljard dollar is. Dat komt dus bovenop de ruim 4 miljard dollar die het land in 2020 al in het krijt stond... ...en waarvan nog nauwelijks een cent is afgelost. Weliswaar heeft deze regering de rust in financieel opzicht wel een beetje teruggebracht... ...maar dat is geen verdienste van de huidige beleidsmakers. Zij zijn aan het pronken met de veren van het IMF en de andere veldschieters van Suriname... De reserves zijn niet toegenomen door het goede en prudente beleid van de regering, maar door de buitenlandse steun die deels in de monetaire reserves bij de CBVS wordt gestort. De overheid, met name het ministerie van Financiën en Planning, die krijgt daarvoor SRD's terug, waarmee lokale betalingen worden verricht, zoals de uitbetaling van de ambtenarensalarissen. Een ander deel van de toegenomen monetaire reserves wordt gebruikt om de internationale schuldeisers te betalen, zoals voor de aflossingen aan de Oppenheimer-obligatiehouders. Waar de regering een hele onvoordelige herschikkingsdeal mee heeft gesloten. Er is eigenlijk een extra schuld aangevaan om een bestaande schuld te betalen. Dus in feite dempt Santokki een pitchy door een ander pitchy te scheppen. Terecht vragen mensen zich af in hoeverre het beleid van Santokki en zijn minister Rachubarsing en diens voorganger Armal Afebersing verschilt van dat van deze Bouterse en Geelmode Hoefdraad. Beide hebben Suriname immers in de schulden gedompeld. Als argument kan de huidige regering aanvoeren dat de miljarden die het inmiddels voor het vluchtige duo heeft geleend, grotendeels als sneeuw voor de zon zijn verdwenen of in de verkeerde zakken zijn beland. En dat het geld dat nu is geleend, zal worden benut om het land er weer bovenop te helpen. Maar vooralsnog heeft de VHP de samenleving ernstig verarmd. Want terwijl met de nieuwe leningen, met name van het IMF, weliswaar de monetaire reserves worden versterkt, is er niets gedaan om de devise-inkomsten uit de eigen productie te laten toenemen. Daardoor is de armoede-zienderogen toegenomen. De revering is daar al herhaalde malen voor gewaarschuwd... door onder meer het IMF en de Vereniging van Economisten in Suriname, VES... en ze ziet en hoort de gevolgen dagelijks vanuit de samenleving... maar ze lijkt blind en doof voor de kritieken. Alleen al om die reden werd de laatste tranche van het IMF schoorvoetend... en met de nodige reserves aan ons land overgemaakt. Als de revering voor de volgende kwartaalbetalingen... veestappen onderneemt en zichtbare vorderingen maakt... Zou er wel eens geen toestemming kunnen komen? De strenge eisen van de instelling uit Worsing hebben overigens vooral een weerslag op de bevolking, die al bijna vier jaar het gevoel heeft dat het vuil over de oren wordt getrokken. Vooralsnog zit de Surinaamse regering in een heel wankel financieel scheidje dat, als het maar even tegen zit, flink water zal maken en zelfs kan zinken. Santoki heeft bovendien nog altijd geen kant-en-klare oplossing voor de bervenproblemen waar hij zich voor geplaatst ziet. Daar kan hij alleen maar het hoofd aan bieden door ook ongebreideld te lenen. ...dat hij tot een nieuwe kunst heeft verheven. Hij heeft echter geen idee hoe hij al deze leningen moet gaan afbetalen. Hij mikt echter op de aanstaande olieinkomsten... ...in de hoop dat die voldoende zijn om alle crediteuren tevreden te stellen. Maar daardoor zal er voor het volk en de ontwikkeling van Suriname... ...in de komende jaren veel minder overblijven dan in 2020 was verteld. Dus de leidersweg van het volk is voorlopig nog niet echt voorbij. Aldus auteur Armao Snijders in dagblad United News... De Paramaribo, Suriname. Het vierde stuk staat in dagblad Waterkant van 30 juli 2024 en heeft als koop, Boufa, aanwezigheid ministers bij opening Loobrug en plan voor tram in Paramaribo belachelijk. Ik zal lezen wat er vermeend wordt in dit stuk. NDP-parlementariër Melvin Boufa vindt het belachelijk dat recent een hele ceremonie is gehouden voor de ingebruikname van een Loobrug over de trends langs de Jamaludinstraat en de Koenawarulam. Wat de zaak volgens hem nog belachelijker maakt, is dat er zelfs twee ministers aanwezig waren om het linkje door te knippen. Het gaat om de ministers Rayet Nurmoheend, OW, en Henry Ori, MNOWC, samen met districtscommissaris Ricardo Bola. Grappend zegt Boefa dat de NDP deze regering inderdaad niet kan bluffen op het gebied van infrastructuur. Minowan bluft de man, want de man e-bouw infrastructuur. Traad D, etemissie. De man bouwt van loopbrug drapen naar Jamaludinstraat. Van Brady Lobrug. Misschien kunnen twee fietsen erover rijden en tien personen kunnen erop lopen. Dan kijk ik naar het nieuws en dan archie minister No, we zijn blij om hier met elkaar te zijn voor dit groot moment. Voor dit groot moment van een kleine brug? Mensen, die zijn no afasi FAEU, EU E, -E Draaivan Konderen, zei Boefa vrijdagavond op een vergadering waar het nieuw NDP-bestuur kennis heeft gemaakt met de structuren van de subafdelingen Flora, Centrum en Beekhuizen. Grappend merkte de NDP er ook op dat hij toch blij is. Dat er een beetje hoop is voor de mensen van het resortcentrum van Paramaribo, aangezien zij in de toekomst gebruik zullen kunnen maken van een tram. President Jan Santokki zei recent dat er een toekomstplan is om, zoals in het buitenland, een trolley of kleine tram te introduceren die door de binnenstad circuleert en waar mensen van makkelijk kunnen in- en uitstappen. Ik wil alleen maar schetsen hoe serieus het is in het land. Benaderde de Boefa, wiens partijleider, oud-president Desi Bouterse in 2014 had aangekondigd dat een trein in 2016 zou gaan rijden van Paramaribo naar onverwacht. De NDP kreeg toen 26 zetels in 2015, maar de trein en spoorbaan zijn beide nog steeds spoorloos. Boefa vroeg zich ook af waar in Suriname de prijzen van goederen zijn verdaald, omdat hij en vele anderen dat helemaal niet hebben vermerkt. Welke winkels? Waar? In Suriname? Nou. Deze drie vragen zou oud-president Desi Boutusen volgens Boeva zeker aan EZ-minister Risma Kuldip hebben gesteld na haar recente verklaring dat de prijzen in de winkels mondjesmaat zijn verdropt. Dat waren dus enkele stukken uit de Surinaamse media, dagbladen. Uw mening over deze stukken kunt u onderaan de video plaatsen, conform de richtlijnen.